Enkele kilometers ten noorden van Sittard ligt het kasteel Limbricht, verscholen tussen bomen. Naast het kasteel het Sint-Salviuskerkje. Het kasteel is een mottenkasteel. Een motte is een kunstmatig opgeworpen verhoging waarop het kasteel gebouwd is. Hier ziet u het Sint-Salviuskerkje. Van oorsprong een zaalkerkje, teruggaand tot het jaar 1000. De Zuidmuur. Frappant is hier het koorgedeelte, verdeeld in een apsis en een koortrafee. Links onder van het koortje ziet u nog een maaskeienmuur. De ingang van het kerkje. Het kerkje in de restauratie. Achterin het orgel. Althans, alleen de orgelkast. Tijdens deze restauratie werd op verschillende plaatsen onderzoek gedaan op de muren, in het plafond en in de gewelven van het koortje. In 1977 zijn een aantal kleursporen gevonden die leiden tot wat u hier ziet. Fragmenten van kleur. Op grond van deze kleursporen had men een vermoeden dat hier onder een pakket van 20 kalklagen bijzondere beschilderingen zouden kunnen zitten. Heel minutieus werd hier laag voor laag van de kalklagen verwijderd, om toch zoveel mogelijk van de oude beschildering naar voren te halen. Het verwijderen, laag voor laag, moest heel voorzichtig gebeuren. Te meer daar het theoretisch mogelijk was dat er nog een tussenliggende beschildering aanwezig zou kunnen zijn. In dit geval hadden wij hier in het Sint-Salviuskerkje enkel maar te maken met kleurkalklagen. Hier een fragment van een rib waar duidelijk het aantal kalklagen zichtbaar zijn. Op zich waren deze kleurkalklagen een prachtige conservering voor de hieronderliggende beschilderingen. Het schoonmaken, het blootleggen, werd met een scalpel gedaan. Met een scalpel werd elke vierkante centimeter op deze manier vrijgelegd. Om niet een fragment wat al schoongemaakt is te beschadigen, werd de hand op een latje geplaatst om zo min mogelijk kleurlagen mee te nemen. De verschillende kleurlagen, resulterend in alle mogelijke grijslagen tot donkergrijs toe, werden laag voor laag verwijderd.
Na het verwijderen kwam de originele beschildering tevoorschijn. Niet gaaf, maar gehavend. Dit tafereel laat duidelijk zien dat in alle mogelijke houdingen gewerkt moest worden. Een overzicht van het koorgedeelte. Het werkniveau, één vloer, aangebracht net onder de consoles, gaf de mogelijkheid om op gemakkelijke manier bij de verschillende segmenten te kunnen komen. In de nu volgende tafereelen is na het blootleggen en na het reinigen weinig of nog niet gerestaureerd. Na het blootleggen en na het dichten van de scheuren, maar voor het reinigen. Duidelijk zijn de roetvlekken hier zichtbaar. Blauw, de achtergrondkleur, was vroeger een moeilijke kleur. Om deze blauw in te vullen, heeft men vroeger eerst de achtergrond grijs of zwart gemaakt. Vandaar ook dat verschillende plaatsen een grijsachtige, blauwachtige, blauw-grijsachtige ondergrond hebben. Het retoucheren. Retoucheren houdt in om storende elementen in de tekening, in de schildering, zo min mogelijk te laten storen. Nergens is een lijn getrokken. Een lijn wordt hier doorgetrokken door met streepjes te werken. Deze techniek wordt wel de Tratteggio-techniek genoemd. Er worden enkel daar streepjes gezet waarvoor 100% zeker is aan te nemen dat die lijn de contouren daar hebben doorgelopen. De restaurateur moet ervoor zorgen om niet te gaan fantaseren. Niet dat willen toevoegen wat er eigenlijk niet meer zit, maar alleen het originele werk naar voren halen, in zijn waarde laten. Door de achtergrond te retoucheren gaan duidelijk de figuren spreken. Zoals hier het linkerbeen van de herder. Zo ook de kopjes van de schapen in het tafereel van de herders. Door de ondergrond, achtergrond, ronde kopjes te ontstoren, gaan de kopjes van de dieren duidelijk spreken, zoals in dit geval. Een detail van het retoucheren. Vaag is in de achtergrond de contouren van dit geometrische figuur zichtbaar. Om deze duidelijk leesbaar te maken,
wordt op grond van sumere gegevens in retouche in Tratecho-techniek ingevuld. Toch moet er steeds voor gewaakt worden dat men een niet een strak statisch geheel krijgt, maar een levend geheel. Levend in die zin dat het origineel zichtbaar gescheiden van de toegevoegde Tratecho-techniek is. Het resultaat na het retoucheren. De gehavendheid in het Venetiaans rood is eruit gehaald door de beschadigingen in een toon lichter in te vullen. De hemelvaart. Aarde, geaccentueerd door twee bomen. Links en rechts de apostelen. Christus, het onderdeel. De voeten, kleed en de wolk. De hellemond. Johannes de Doper. De jeugdcyclus. De aankondiging, in dit geval verdeeld over twee gewelfvelden. De herders, de boodschap aan de herders door de engel. Hier ziet u duidelijk de tekening van de schapen, die enkel ontstaan zijn door de ondergrond, achtergrond te retoucheren. De kindermoord. De kinderlijkjes. De soldaat die het bevel moet uitvoeren om alle kinderen te doden. De moeder die het wil beschermen, wil redden. Agressief grijpend naar het hoofd van de soldaat. De vlucht naar Egypte en een detail ervan. Het sluitstuk van de absis van het koor. In het midden de drie koningen. Dit voert terug naar de stad Keulen, waar de drie koningen de beschermheiligen van de stad zijn. Waarschijnlijk heeft ooit een kunstenaar uit Keulen hier gewerkt. Vandaar dat de drie koningen in de as van het priesterkoor zijn afgebeeld. Links hiervan de geboorte. Het kind troont op een altaar. Op een altaar waar normaal een dier ligt, nu een kind om te sterven voor de mensheid. De os en de ezel, de liggende Maria. Jozef, niet begrijpend, ogen gesloten. Als slot een overzicht van het koor.